Hey mensen van Dagelijkse Deen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Milan en ik heb iemand ontmoet die op de Dagelijkse Deen Minecraft server zat. Hij zei dat hij video's keek van Dit is Milan en van Dagelijkse Deen en dat hij heel tof vond. Toen is hij op mijn Teamspeak gekomen van Dagelijkse Deen en toen dacht ik, hey, dit is wel een uniek persoon. Toen heb ik hem gevraagd van, hey, vind je het goed als ik jou even ga interviewen? En toen zei hij, prima, lijkt me cool, is goed. En dit is hoe het is gegaan. Wat is je allermooiste ervaring in het leven? Wat is zo mooi geweest dat je is bijgebleven? Wij gaan elk jaar gaan wij met eigenlijk gewoon heel de familie. Mm-hmm. Gaan we naar Turkije op vakantie. Ja. Yeah. En dan gaan we naar mijn oom, die woont daar nog. Ik ben toen hier zo heen verhuisd, dus ik weet niet hoe oud ik man was, ik ben vergeten. Maar toen gingen we hierheen verhuizen en toen gaan we elke jaar gaan daar vakantie, is altijd mooi. Aha. Dat is wel gewoon een mooie levenservaring. Maar dan ben je daar op vakantie en wat doe je daar dan? Ja, eigenlijk gewoon zelden thuis, man. Maar ja, wacht niet, man. Het is toch een beetje waterpijp roken. Ja, sorry, maar waarom zou je op vakantie gaan als je dan hetzelfde ook thuis doet? Het is toch veel lekkerder in Turkije, man. Kijk, die weer hier zo. Het is koude regen. Ja, dat wil je. Ja, nee, dat geef ik toe. Ja, daarom kom je in Turkije, is tenminste, als je hier zo warm is, hè, ik zweet mijn peentjes, ik zweer. Maar ik weet niet, wat de fuck zijn peentjes? Mensen zeggen altijd, ik zweet peentjes. Waar zit die peentjes, man? Ik zweer, ik loop bezoeken, die dingen zijn niet te vinden. Maar wat? Wacht even, hoor. Ja, dat is goed, man. Neem je tijd, man. Ik zweer, ik heb alle tijd. Mag ik nog even een trekje van mijn waterpijp nemen, of heb je daar last van? Ja, nee, doe je ding. Dat is goed, man. Dat is goed. Oké. Okay. Wil je weten welke smaak ik heb? Ja. Ik ben zelf niet eens, man. Ik zweer, mijn moeder heeft gekocht. Dat is koude vies. Ja. Waar denk jij dat je staat over 5 jaar? Op mijn voeten. Wat? Hoe ga jij staan dan? Knie of zo? Wat denk je? Ik bedoel, laat die vraag maar zitten dan. Is goed, man. Als er één ding in je leven was wat je graag overnieuw zou willen doen, wat zou dat dan zijn? Is er één ding wat jij echt denkt van, ah shit, dat was echt zo kut wat ik heb meegemaakt of wat ik heb gedaan? Ja, man, ik heb 2 dagen geleden heb ik een nieuw t-shirt gekocht, die past niet. Die had ik dan teruggebracht. En dat zou je graag overnieuw willen doen? Ja. Hij is te klein. Ik had hem wel teruggebracht. Maar ja, dat is 2 dagen geleden. Hè. Gebeurd is gebeurd. Weet je wat? Doorgaan, weet toch? Turkse families zijn toch altijd heel erg groot. En heel erg gehecht aan elkaar. Is dat bij jou ook zo? Ja, het is wel, is wel leuk altijd. Als wij soms hebben we als 1 keer in de maand. Hebben wij familiedag. Mm-hmm. 1 keer in de maand. Het is best wel vaak. Het is gewoon dat is 14 keer per jaar of zo. En dan gaan we allemaal samenkomen. En dan gaan we allemaal feesten en dansen en zo. En dan zie ik allemaal mensen waarvan ik eerst dacht van, hé man, is dat familie? En hoorde je mijn stem? Ja, hoorde je mijn stem? Ik vorige keer ging rappen, had ik het ook, man. Dat was echt niet leuk. Maar toen heb je wel eens vaker met familie ben je dan echt heel veel. En dan komen zie je mensen die je normaal nooit ziet. Zou je het leuk vinden om jezelf dan terug te zien op Dagelijkse Deen of op Dit is Milan? Heb je dit gefilmd? Ja, dat zei ik in het begin. Sta ik er goed op? Nou, ik zie alleen je foto. Je cam wilde je niet aandoen. Oh, ik zeg toch, ja, ik ben bang, man. Als ik had hier allemaal dingen staan, mag je me niet zien, man. Ik zweer. Oh, ik was bang, jongen. Nee, maakt niet uit. Ik heb alleen je plaatje, meer niet. Oké, is goed, is goed. Oh, en je naam? Ja, is goed, is goed. Is niet erg. Als is voornaam en achternaam. Ja, ja, allebei. Ja, is goed. Oké. Nou, dankjewel voor dit eerste interview. Jij ook, dankjewel, man. Ik zweer. Hoeveel mensen kijken hier naar? Een paar miljoen of zo. Ja, zoiets. Oké, chill man, chill. Ik hoop dat je nog lang door blijft kijken naar mijn filmpjes. Ik zal elke dag kijken. Ja, wil je nog shout-out doen naar iemand? Voordat ik het gesprek ja, man, ja man, dankjewel dat je zegt, man. Ik zweer. Shout-out naar mijn boy Bulek. Die loopt hier buiten rond ergens. Bulek, waar ben je? En antwoord die. Bulek loopt hier voor ergens buiten rond, zit te voetballen. En dan hebben we nog shout-out naar mijn moeder, shout-out naar mijn vader, shout-out naar mijn neefje, die woont hier een paar huizen verderop. Shout-out naar mijn oom, die woont hier nog een paar huizen verderop. Shout-out naar mijn bril, die is echt clean vandaag, jongen, ik zweer het. Ik heb vandaag een nieuwe zonnebril gekocht, shit, is aan. Maar shout-out naar iedereen, gewoon die ik in mijn Blackberry heb staan. Oké. Okay. Zal ik een lijst opzoeken of zal ik gewoon... Nee, ik denk dat het wel goed is, dat ze het door hebben. Oké, is goed. Ja. Shout-out.
is cool, man. Hey, rustig aan. Ja, man, jij ook rustig. Uit, later. Uit, later. Vond je dit nou een vette video? Check dan even deel 1 op Dit is Milan. Staat in de beschrijving of staat hier ergens naast mij. Staat een annotation. Kun je gewoon op klikken. En bedankt voor het groene duimpje. Bedankt voor het abonneren. En tot de volgende keer. Later.